Hij spreekt namens de fractie van de PVV. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ter voorbereiding op dit debat ontvingen wij het dreigingsbeeld terrorisme 56. En daarin staat dat het dreigingsbeeld in Nederland aanzienlijk blijft. En dat is natuurlijk bijzonder onprettig, voorzitter. Maar niet geheel verbazingwekkend. In een wereld waarin 1,8 miljard moslims leven, die met grote percentages zelfmoordaanslagen zeggen te steunen, die in grote getalen terreurorganisaties als Al-Qaeda zeggen te steunen, in een land waarin 70% van in Nederland woonachtige moslims zeggen de sharia belangrijker te vinden dan de Nederlandse wet, is het natuurlijk niet vreemd dat het dreigingsniveau in Nederland aanzienlijk is. De NCTV acht dus een aanslag in Nederland voorstelbaar en identificeert een aantal categorieën. Dreigingen. Aan de jihadisten ontkomen zelfs de politiek correcte NCTV'ers natuurlijk niet. Hun kop zit niet geheel in het zand. Maar ze zijn maar wat blij dat ze nu ook de complotgekkies en de rechtsextremisten kunnen noemen. Gek genoeg vergeet de NCTV het eigen kabinetsbeleid als politieke dreiging te benoemen. Hoe zit dat, voorzitter? Ik heb het natuurlijk over de massa-immigratie. Als eerste voorbeeld. Via ons open asielbeleid komen bijvoorbeeld Syriërs binnen. Daar zitten keiharde terroristen en oorlogsmisdadigers tussen, die verantwoordelijk zijn voor de genocidale moord op honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen. De heer Marcuso heeft een interruptie van mevrouw Ellemeet op dit punt. Ja, voorzitter, ik hoorde heer Marcuso zeggen dat de NCTV maar wat blij is dat ze nu ook rechtsextremisme kunnen opvoeren. Zegt de heer Marcuso daarmee dat dat niet een reële dreiging is? De heer Marcuso? Nee hoor, met de NCTV en andere diensten constateer ik dat daar ook dreiging van uitgaat. Mevrouw Ellemeet? Voorzitter, dan ben ik benieuwd in hoeverre, maar misschien moet ik dat even afwachten tot de heer Marcuso er klaar is met zijn betoog, ook de aandacht voor het rechtsextremisme terug gaat komen. Want het is opvallend dat het tot nu toe een heel eenzijdig betoog is over de dreiging van jihadisme. Maar misschien ben ik te vroeg. Nou, het zou zomaar kunnen dat u niet vindt dat u te vroeg bent, ook als u het einde van mijn betoog heeft afgeluisterd. Kijk, wat het zwaarst is, er wordt altijd gezegd in deze Kamer moet wel het zwaarst wegen. 18,8% van alle aanslagen sinds 1979 kwam vanuit islamitische hoek. Maar bijna 40% van alle doden van aanslagen zijn door die islamitische aanslagen gepleegd. Dus bijna 40% van alle doden door aanslagen in de wereld sinds 1979 is door islamitische huizen, zeg maar, gemaakt. Dus ja, dat vind ik zwaar wegen. En natuurlijk moeten alle gevaren, rechtsextreem, ik zal straks ook iets over linksextreem zeggen, maar ook het jihadisme, die maken wel de meeste slachtoffers. Namelijk 40% van alle slachtoffers sinds 1979. En dus zal ik in mijn betoog daar nou minimaal voor 40% aandacht aan moeten besteden. Dit een antwoord op, het was een vrij uitgebreid antwoord op de vraag van mevrouw Ellemeet. Volgt uw betoog. Het Nederlandse open grensbeleid faciliteert een continue instroom van jihadisten en vijanden van het Vrije Westen. Dit kabinet houdt de grenzen wagenwijd open voor tikkende tijdbommen uit islamitische landen die vanuit alle hoeken en donkere gaten van de wereld via migratiestromen naar Nederland komen. Maar, dat is het tweede voorbeeld van het gevaarlijke Nederlandse beleid. Ik heb het natuurlijk ook over het actief terughalen van Nederlandse uitreizigers naar ISIS-gebied, ISIS-terroristen. Inmiddels heeft Nederland meerdere ISIS-terroristen teruggehaald naar Nederland, waar ze vervolgens met een fluwelen handschoen amper gestraft worden. Zogenaamd zouden ze teruggehaald moeten worden omdat zij hun straf niet mochten ontlopen. Maar 2,5 jaar cel is natuurlijk een lachertje. Na 2,5 jaar staan deze keiharde terroristen weer op straat. Hun haat voor Nederland is sinds het afreizen naar ISIS-gebied gestegen en bovendien hebben zij zich in dat ISIS-gebied kunnen bekwamen in het voeren van oorlog. Getrainde, tikkende tijdbommen dus. Schizofreen in dit kader is dat het Kamerlid Jezielgus nog in VVD-campagnetijd stoer sprak over hen de doodstraf geven, maar nu als VVD-minister voor hen vliegtuigen naar Nederland chartert en het rode tapijt voor hen uitrolt. Wat ook onderbelicht blijft in de dreigingsanalyse van de NCTV is de dreiging die van extreem links uitgaat. De vicepremier van Nederland, Kaag, heeft op haar nachtkastje een foto met aardsterrorist Yasser Arafat staan en wist als minister niet hoe snel zij geld kon geven aan een terroristische organisatie, een dochter van de PFLP, die verantwoordelijk was voor de moord op het Joodse meisje Rina Schnerp van 17 jaar. PvdA en GroenLinks-bobo's verhuurden een Amsterdamse etage aan de compaan van Volkert van der Graaf, maar Duivendak bleef campagneleider voor GroenLinks. Net zoals oud-Kamerlid Sam Pormes nog steeds politiek actief mag zijn voor GroenLinks. Gepokt
getraind en gemazeld in de terroristische trainingskampen van George Abbas. U weet wel, van die Kaagclub. De symbiose tussen extreem links en islam legt in Nederland het fundament voor een zeer vruchtbare voedingsbodem van geweld en terreur. De open grenzen van het CDA en de VVD zijn in dat kader als olie op het vuur. Dank u wel. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer. Ja, we hebben twee interrupties, twee vragen afgesproken. Ja, laten we het woord geven aan de heer Slootweg. Hij spreekt namens het CDA. Dank u wel, voorzitter.